Brief aan een onbekende vrouw. Geachte mevrouw, ik heb u niet vaak gezien. Maar al was het maar één keer geweest, dan nog zou ik overtuigd zijn dat ik niet verder hoefde te zoeken naar, ik zeg niet mijn geluk, want dat hangt af van hoe u deze brief zult opnemen, maar de hoop die ik kan hebben op dat geluk. Ik weet niet of u deze brief brutaal vindt, maar iemand die iets sterk voelt, durft gemakkelijk. Zelfs al is hij van nature niet vermetel. Ik zou graag van u willen horen of ik hoop kan hebben. Ik zou niet durven zeggen op uw sympathie, maar tenminste, als uw hart nog niet gevangen is, op uw welwillendheid en goedhartigheid. Met die toezegging zou ik er tenminste naar kunnen streven ooit uw sympathie te verwerven, uw oprechte genegenheid. En ik wens niet meer dan dat mijn innerlijk leven uit slechts één zo'n dag bestaat. Zegt u mij of ik enige hoop kan hebben? Wat is voor de man het hele huwelijksleven? Een stap van het bordeel naar het echtelijk bed en vervolgens terug naar het bordeel, niet letterlijk maar figuurlijk, hoewel echt door van dat echtelijke bed een bordeel te maken. Een maagd heeft in het algemeen niet de man lief met wie ze huwt, ofschoon zij zichzelf vaak overtuigt van wel. Ze mag hem en dat mogen, dat een vriendschap is, over het algemeen veroorzaakt door de liefde van de man voor haar, samen met het onbevredigde seksuele instinct, ofwel de abstracte seksuele aantrekking, vormt een semi-emotief geheel dat de illusie van liefde geeft. Haar emoties, dat deel van de seksualiteit dat niet enkel seksueel is, blijven onbevredigd. In sommige gevallen worden die emoties door het moederinstinct, dat in werking treedt zodra er kinderen komen, bevredigd of weggeschoven en gekalmeerd. In andere gevallen kunnen ze in meer of mindere mate worden bevredigd door het fantasieleven. Er zijn echter gevallen dat ze onbevredigd blijven. En dan kunnen alleen een vaste morele basis en een sterke morele of het huiveringwekkende en gevoel voor sociaal aanzien, dat hangt althans af van de geaardheid die schuilgaat achter die gevoelens, kunnen alleen die weerstand bieden aan de verschijning. Als en indien deze er komt, van de man op wie die gevoelens geconcentreerd kunnen worden. In ieder geval is het voor de moraal nog het beste als die man niet verschijnt. Alleen het hoogste gevoel voor moraal en plichtsbesef kan een ramp voorkomen. En de vrouw die op die voorwaarden bemint, bemint dwaas en hopeloos. Ook omdat de honger van de emoties groter en verschrikkelijker is dan die van de seksualiteit. Deze laatste kan worden bevredigd. Slecht, maar in ieder geval bevredigd door masturbatie. De emoties, hoewel die ook tot op zekere hoogte bevredigd kunnen worden door de fantasie, kunnen dat relatief minder goed. De bevrediging van het instinct door de masturbatie is slechts onvolledig. Die van de gevoelens door de fantasie is fictief. Passie is een paniekreactie van de emoties. En daar paniek, die zich hierdoor onderscheidt van angst, alle remmingen verbrijzelt, de geest vertroebelt, de mens tegen zijn eigen hogere geestelijke verworvenheden keert en hem meer dan eens noopt iets te doen wat hij nauwelijks beseft, of wat de passie zelf, als die iets wakker was, evenals de paniek, als die niet erger was dan de angst, hem zou afraden te doen. 6. Álvaro de Campos, alle liefdesbrieven. Alle liefdesbrieven zijn belachelijk. Het waren geen liefdesbrieven, waren ze niet belachelijk. Ook ik schreef in mijn tijd liefdesbrieven, net als alle anderen, belachelijk. Als er liefde is, moeten liefdesbrieven dat zijn. Belachelijk. Maar uiteindelijk zijn alleen zij die nooit liefdesbrieven hebben geschreven belachelijk. Was ik maar terug in de tijd dat ik liefdesbrieven schreef, zonder te merken hoe belachelijk. Nu echter zijn mijn herinneringen aan die liefdesbrieven belachelijk. Alle aanstellerige woorden en alle aanstellerige gebaren zijn van nature belachelijk.